Op de late middag van donderdag 10 oktober horen buurtbewoners opeens schoten. Een man met een automatisch geweer schiet op een huis in de Prins Hendrikstraat. Rond 5:30 gistermiddag kregen we de melding, meerdere meldingen, dat er meerdere schoten zouden zijn gehoord hier in de straat, ook gezien. We zijn hier ter plaatse gekomen, er bleek ook echt geschoten te zijn. We hebben de inslagen gezien, we hebben de hulzen gezien. Meteen groot opgeschaald natuurlijk bij de politie en jacht gemaakt op de verdachten. Die hebben we gelukkig ook snel kunnen aanhouden. Dat hebben we gedaan bij Almere. Twee verdachten in een auto kunnen aanhouden en daar ook een vuurwapen in beslag genomen. Buurtbewoners hoorden niets vermoedend een hard geluid. Nou, ik zat gisteren gewoon lekker te lezen en ik hoorde opeens een paar knallen. Dus ik dacht eerst, oh god, nou ja, vuurwerk, dat gebeurt wel vaker hier. Maar toen, vlak daarna wilde ik iets aan mijn overbuurvrouw vragen, dus die belde ik op. En die was vrij, nou, wel aangeslagen, want die zei, ja, ik zit in de garage, want ik kom net van mijn werk. En ik durf de garage niet uit, want er is geschoten. Eerder deze week was er ook een schot gelost op de Paradijslaan. Maar naast de schietincidenten waren er op donderdagavond ook twee mannen met bivakmutsen opgepakt bij winkelcentrum Baronie. Burgemeester Spies reageert. Het is inderdaad een heftige week voor heel veel inwoners van Alphen aan de Rijn. En ik kan me heel goed voorstellen dat naar aanleiding van de incidenten die deze week hebben plaatsgevonden, heel veel inwoners ook geschrokken zijn. En dat ben ik zelf ook. Studio Alphen ging de straat op om te kijken hoe Alphenaren zich voelen na deze incidenten. Ja, ik vind het best wel heftig, want Alphen is een best wel kleine, nou ja, kleine stad in verhouding met andere plekken in Nederland. Nou, dat heb ik niet echt heel erg, maar zeg maar, meestal ben ik s'avonds wel thuis, want wat je allemaal hoort in Alphen, schietpartijen, van alles. Dus ja, liever zit ik in de avond gewoon thuis, maar in de middag loop ik meestal wel gewoon rond in Alphen. Het is niet veilig. Het is redelijk heftig dat zoiets gebeurt in zo'n klein stadje, ja. Ook bij de burgemeester zit de schrik er enorm in. Het doet veel met je, want je wil dat iedereen hier in Alphen zich veilig over straat voelt gaan. En zeker het incident wat we gisteren afgelopen donderdag hebben beleefd, waarin natuurlijk iemand met een groot wapen over straat loopt en schoten lost voor op een woning waar veel mensen getuigen van zijn. En dan later in de avond ook nog 2 uur helikopters boven Alphen vliegen. Ja, dan zijn er veel Alphenaren benieuwd en bezorgd over wat er aan de hand is. Wat er aan de hand is en of alle incidenten met elkaar in verband staan, vroegen we aan de buurt en de politie. Dat zou ik je niet kunnen zeggen. Als ik iets zou denken, zou ik dat ook niet zeggen. Nee. Ja, we hebben eerder deze week zijn we ook actief geweest hier in de buurt, zelfs in deze straat. We hebben op maandag 3 personen aangehouden, dat was hier in de buurt. En we hebben later in deze week ook nog een instap gedaan bij een bedrijfspand in Alphen aan de Rijn. En ook bij een woning hier op de Prins Hendrikstraat. Die inzetten van de politie die hebben vooralsnog, lijkt het, niets te maken met hetgeen zich gisteren hier al heeft afgespeeld.